Dames en heren, welkom op de openingsceremonie van 28 Holland 2014. Daar wil ik eigenlijk beginnen om Gerard Hering, de directeur van Vodacom, het woord te geven om even wat te zeggen namens de brancheorganisatie die dit allemaal mogelijk maakt. We staan hier bij de business tent van Agrotechniek Holland. En ik sta hier met Gerard Hering, dat is de directeur van de federatie, of moet ik eigenlijk zeggen van Vodacom, de overkoepelende organisatie van fabrikanten, dealers en importeurs. U heeft net de beurs geopend en dat deden jullie met een autonome trekker. Is dat waar Nederlandse techniek voor staat? Dat is een voorbeeld waar de Nederlandse techniek voor staat. Er zijn meerdere voorbeelden van technische hoogstandjes. Waarmee de branche zich onderscheidt en de producten levert voor boeren en tuinders. En deze toepassing is wel de toepassing die er nu staat en die ook gepresenteerd wordt op deze beurs als voorbeeld van wat de toekomst ons gaat brengen. Naast mij Willem Bierema, de organisator van Agrotechniek Holland. De derde aflevering alweer. Ben je trots? Ja, ik ben trots. Dit was de derde editie. Na twee verplichte edities is dit de derde editie waar leden en exposanten vrij kunnen kiezen of ze meedoen of niet. Dus het was even kijken of ze na de eerste twee edities weer terugkwamen. En dat is het geval. Nu heeft u net de Agrotechniek Holland geopend. Het is de derde aflevering daarvan. Welke rol speelt deze beurs in de hele Europese beurzenlandschap? ATH, Biddinghuizen. Dat is de beurs voor de Nederlandse gebruikers, de Nederlandse boeren en loonwerkers, waar de Nederlandse hoofdzakelijk Nederlandse fabrikanten en exposanten zich presenteren. Wat voor bezoekersaantallen verwacht je? Dat is altijd een hele moeilijke vraag. We hadden vorige keer 52, de eerste keer 51. Dat zou je kunnen doortrekken naar 53. Aan de andere kant, de sector krimpt, dus misschien eind 40. We zullen het zien aanstaande zaterdag. Ja. Kom ik bij je terug. Ja,